Goedemiddag, ik ben Ludwig van Stromop en ik sta hier voor onze nieuwste pelletketen. Pellets zijn een interessante brandstof. Ze verbranden CO2 neutraal, ze worden lokaal geproduceerd en bovendien is het een hernieuwbare brandstof. De pelletketen is voor centrale verwarming, sanitair warmwaterproductie en bovendien maken we ook elektriciteit met de ingebouwde Stirlingmotor. Op deze installatie zijn twee verwarmingscircuits, één voor lage temperatuur en één voor hoge temperatuur. En bovendien is er via een platenwarmtewisselaar productie van sanitair warmwater. Dominee Robert Stirling vroeg in 1816 een octrooi aan voor zijn hete luchtmotor. Deze motor is onafhankelijk van de brandstof en hoe die werkt gaan we nu samen zien op het animatiefilmpje. Het geniale aan de Stirlingmotor is dat hij ook met direct zonlicht kan werken. Hier straalt de parabool de zonnestralen op de Stirlingmotor die hier dan achteraan de verticale beweging omzet in een roterende beweging. De omzetting van beweging naar elektriciteit gebeurt zoals in deze zaklamp. Door de bewegende magneet in deze spoel zetten we beweging om in elektriciteit. In deze motor gebeurt juist hetzelfde, 50 keer per seconde. De 950 graden warme uitlaatgassen verwarmen de Stirlingmotor en zorgen hiervoor een productie van 675 watt. Dit is ongeveer 10 keer meer dan wat de ketel zelf verbruikt van het net. Bij een rookgasmeting op deze condenserende pelletketel zien we dat we een rendement hebben van boven de 100%. Deze pelletketel is een eerste stap. De Oostenrijkse ingenieurs werken momenteel aan een oplossing om bij stroomuitval toch autonoom verder te kunnen werken. Laat de winterse blackouts maar komen.